Yo kijkers van Duffy Games en leuk dat jullie kijken naar een nieuwe aflevering van Mindtopia. De aflevering gaat zo meteen beginnen. Het begint ook een beetje raar aangezien dit namelijk het tweede deel is van de legerbasis waarin ik natuurlijk een tour heb gekregen. Mocht je deel 1 niet hebben gezien, eerst linkje beneden in de beschrijving. Klik alvast een like aan en geniet. Ik denk ongeveer zo en... Nou, dit ziet er ook, netjes uit dit. Het is wel de bedoeling, het moet natuurlijk netjes blijven. Ja, nee, maar goed. Zaken. Ik heb wel eens dingen gezien waar ik geld in heb geïnvesteerd waarvan ik dacht van, wat is hier gebeurd? Maar de beruchte stormbaan. Ja, ik heb bijvoorbeeld, hij heeft het wel een keertje eerder gedaan, heel lang geleden. Ja, en dat is niet zo goed afgelopen, want dan heb ik bijna 3 miljoen verloren. Oh, nou, dan in ieder geval een vernieuwde parcours voor dit keer. Oké. Okay. Zij zijn natuurlijk langs de zijkant lopen, even kunnen zien wat alles precies inhoudt. Oké. Okay. Nou, wie het eerste onderdeel? Dan zou ik springen over de balk naar de volgende kant. Mhm, ja. En mocht je vallen, kom je in het koud water terecht en dan kan je terug naar het begin. Heerlijk. Dan moet je eigenlijk door het gat, kom je hierheen. Ja. Mag je een keuze maken welke van de 3 gaten je gaat gebruiken. Ja, dan kom je ergens hier uit. Ja, kom je in ondergronds doolhof en dan moet je naar boven zien te komen. En zit daar onder allemaal water of is het daar gewoon droog? Het is droog. Oh, oké, niet dat je denk ik verdrinkt. Nou, kom je eruit, ladertje overheen. Spring je op de boomstam en de ladders op. Ja. Mocht je vallen, moet je terug en dan moet je onder die muur doorzwemmen. Oh, lekker. Een beetje extra tijd verliezen natuurlijk. Ja. Oh, je ziet ook weer een tijd op hoe snel dit gedaan moet worden. Ja, we hebben zelf 1 minuut 30 ervoor gesteld. Zo. Het huidige record staat momenteel op 1 minuut 4. Oh, dat is netjes. Dan, dus binnen een maand moet hij wel onder de 1 minuut kunnen zitten. Dat hopen we wel, ja. Oké, okay, en dan hier lekker overheen klimmen natuurlijk. Dan is je helemaal nat met door het water. Lekker alles zwaar is, moet je hier nog een keer overheen gaan klimmen. Klopt. En mocht je vallen, mag je door de prikkeldraad weer terug. Ach, heerlijk. Mocht je op de laatste zijn, dan mag je tussen prikkeldraad en het boomstam mag je naar beneden. Ja, voorzichtig, anders blijf je hangen. Dat is ook lekker pijnlijk. Precies. Dan kan je onder de boomstam kan je door. Klopt, mag je er overheen en over het water heen springen. Oh, lekker. Word je weer kletsnat. En dan mag je lekker trap omhoog. Trap omhoog inderdaad. Dan mag je weer naar beneden springen het water in. En mag je weer omhoog. Ja, dat is wel vermoeiend, toch? Heel dat in dat water. Erin en eruit. Dus behoorlijk aan. En de kleding wordt dus zwaarder, hè? Ja, daarom. Vervolgens kom je bij het laatste deel. Het is een klein mini-doolhofje onder het ijs. Ja. Toch de goede weg te kunnen vinden. Nou, de eerste deel heb je aan elke uitgang heb je een luchtgat dat je even adem kan halen. Alleen bij de laatste heb je dat niet. Oké, dus dan moet gewoon in één keer gewoon hard gaan, bam. Ja, en dan ga je fout, is het aan te halen om gewoon even terug naar het begin te gaan om in ieder geval je adem te kunnen krijgen. Oké, en is hier bijna iemand verdronken of? Dus dit vind ik inderdaad mensen hier af en toe. Voornamelijk als ze net nieuw zijn. Aha. Kijken ze niet waar ze heen moeten gaan en dan springen ze gewoon. Oké, hopen dat die mensen natuurlijk snel weer bovenop komen dan. Jazeker. Kun je het zelf wel proberen? Nou, met al dat koude water en al dat soort dingen, deze pas ik echt. Dan gaan we door naar het volgende. dit gaan we echt gewoon niet doen. Een aantal mooie tanks. Ja, hoort erbij hè? Ja, netjes. Dan komen we het volgende deel. Dit is niet echt een onderdeel, het zijn de legercelletjes. Ah, als iemand zich misdraagt. Mocht het echt misdragen inderdaad, of mocht iets gebeurd zijn, dan kunnen ze hier neergezet worden. Oké. Okay. En hier binnen kunnen we ook naar binnen, of is dat... Beneden niet, boven kan ik wel laten zien. Die tonnen deur is nou, waarschijnlijk is gewoon een cel met verder niet zo heel veel erin. Helemaal niks. Aha. Dus even kijken hoor. Oh, lekker ook, lekker een beetje donker hier. Ja. Dit is een behoorlijke straf weg hier. ik geloof dit wel. Laten we gaan. Ik zeg dat er een auto in die schuur staan. Ja, ik loop er gewoon maar even heen. Zo brutaal ben ik. Ja, ga je gang. U bent ons gast. Maar dit is wel heel ziek. Dit is ons kleine hangaars naast elkaar. Ja. En wat hebben we dan hier meteen? Dit zijn de legertentjes. In ieder geval voor de nieuwe recruten. Ah ja, die heb ik wel eens gezien, ja. Waarvan deze tent specifiek even is gereserveerd voor de agenten die eventueel een week training mee willen doen. Oké. Een bezoek aan de hoofdagent. Ja, en dat hier is allemaal, ja, deze ook een keer. Dit is ook een keer gezien, ja. Dropveters. Ik weet niet hoe die ernaam gekomen is, maar. Wat eentje. Dat is ook wel een beetje beschamend, weet je wel, dat soort namen. Dat je eigenlijk gewoon ook wel weer, hè? Klopt. Nou ja. Dit is onze wapenkamer. Die ga ik verder even niet laten zien, helaas. Dat is een beetje. Ja, begrijp ik. Dit huisje dat had een reden, had een bedoeling, alleen die hebben we zelf iets omgebouwd tot een soort combat huisje. Dus toen kwamen we het wapenstok toch 1 tegen 1 kunnen doen, dat ze een beetje gevechtsoefeningen krijgen. Mm-hmm. Ja, dat is toch ook nodig, ja. Dan kom je bij het volgende deel. Ah, de schietbaan. Nice.
Ja, kan jij de wapens geven? Ah, dus het gaat allemaal via mensen bewaren de wapens en alles. Oh, kijk eens aan. Ammo clip en, oh, ik zou nog niet in mijn hand houden, sorry. Dan mag je met me meekomen. Oké, okay. Ik ben benieuwd. Nou, en aan het einde ziet u drie doelwitten. Ja. Het is de bedoeling om die doelwit in principe, als je begint binnen 10 keer te raken. Ja. De meeste mensen lukt het ook wel. Voor examen gaan we iets minder snel. Dan krijg je ook maar één tip. Dus als je 1 keer schiet, zeg maar 1 keer hoger, lager, links, rechts, whatever. Oké. Okay. En dan moet je daarna binnen 5 keer geraakt hebben. Oké, okay. Ja, ik heb 1 kogel, dus dat gaat lastig worden. Maar ik ga me best. Waar moet ik gaan staan? U mag achter de barricade staan. Ja. Ik zal even verderop gaan staan om even te kijken waar de kogels terechtkomen. Is goed, oké. Okay. Dan heb ik 1 kans om te gaan zien. Ik denk dat het gewoon het makkelijk is om diegene recht voor mijn neus te pakken. Ja. Oké, dan gaan we dan. 3, 2, 1. Hopelijk gaat het licht aan. Ik denk ongeveer zo en. En? Ongeveer 3 blokjes hoger. Oh, wacht. 3 blokjes hoger. Wacht, schijnbaar gaat de kogel, blijft hij gewoon in mijn inf zitten. Yes. Even kijken hoor. Als ik dan nu zo ga aimen. Nog een blokje hoger? Nog hoger. Misschien dat dit hem moet worden? Tussen de 2 in. Gewoon wat? Ik kom gewoon even kijken. De laatste die ik zo te deppen over de... Och, nou dat vind ik dan toch redelijk. 3 schoten vind ik toch redelijk. Ja. Niet dat ik er ervaring mee heb, maar dit... Oké, leuk. Dit moet ik weer bij jou inleveren, neem ik aan. Mag bij mij of bij de... Ja, nee, laten we dat maar gewoon meteen hier doen. Kijk eens aan en kijk eens aan. Want anders gaat het dadelijk helemaal fout. Oké, we hebben ook even geschoten. Oké, dat is ook iets die van je alledaags meemaakt. Daarom, nee, in principe zijn spelers die normaal kan overdag, mogen het ook niet doen. Mm-hmm. Puur voor hun eigen veiligheid. Ja. Dan moet alleen burgemeester en minister het even laten doen. Oké. Okay. Oh. 1 onderdeel over. Ja. Dus het samenwerkingsgedeelte. Ja. Met 2 mensen moet je het gaan proberen. Hoor, commandant, ja. Oké, ja. Bedoeling is, met z'n tweeën ga je erheen. Ja. Je moet de deuren voor elkaar moet je zien te openen en poortjes openen voor elkaar. Om met z'n tweeën toch tegelijk te eindigen. Oké. Okay. Dus wat kunnen wij nu zeg maar tegen elkaar doen, zeg maar? Met elkaar zelfs. Oké. Okay. Nou, sure, waarom niet? Ja, naar binnen. Dus nu moet ik nu naar binnen gaan lopen. En dan moet ik dus nu door gaan zoeken. Oké, heb ik hier inderdaad nu hier een deur. Moet ik eens goed voor je openen? Ja. Dan moet u voor mij weer een deur openen. En hoe ga ik dat doen? Goed, heeft u een pressure plate op de grond. Ja, dat klopt. En dan moet er iets opgooien. Ja, klopt. Ik heb gelukkig dit ding. Zo. Yes. Oké, dan kunnen we nu doorlopen. Dan gaan we lekker door het dorp heen en dan zie ik hier water. Ja, daar moet u overheen. Oké, lekker nat worden. Heerlijk. Even kijken. En dan komen we uiteindelijk uit weer bij water. Dat is goed, dus heb ik weer een deur voor me. Ja, dus dan doe ik nu hier dit ding opgooien. Yes. Oké. Loop ik nu door en dan inderdaad gaat nu mijn deur open. Dat is mooi. En dan zien we hier prikkeldraad waar we omheen moeten en heel veel donkere bullshit, nog meer prikkeldraad en zien we weer water. Gaan we ook weer doorheen, denk ik dan maar. Yes. En kijk eens aan, dan zijn we hier. Komen we samen. En dan van hier, dit is puur voor de kleding. Oei. Daar de kleding even uit moest. Je moet echt op de cactus staan. Ja, dat is wel het handigste. Tip is, op het moment dat je damage gekregen hebt, dan pas springen. Oh, damn it. Oké, dit is best lastig. Oké, nog 1 keer proberen. Kom op. En ik kan niet in 1 keer het halen. Kan wel. Alleen dan moet je, voordat je op die blok voor de cactus komt, ja? Moet je niet stilstaan. Moet je in 1 keer doorspringen. Dan wil je hem af en toe nog wel eens halen. Oké, nou ja, goed. Dit ga ik denk ik in geen 100 jaar halen op deze manier. Oké, even kijken naar de hit. Dus nu. Juist hem. Yes. Nice. Oké, dan. Dan gaan we dus hier nu naar beneden. Uw deur nu open. En dan doe ik nu daar eentje op. Zo. In principe hier de bedoeling van dat het een klein dolf is, alleen dat is niet helemaal goed gegaan. Het is een beetje weggesmolten helaas. Ja. We kunnen gelijk door naar het volgende deel. Oké, en dan loop je weer onderdoor. Ja. Dan gooi ik nu weer deze daarop, zo. Yes. En dat was het einde ervan. Oké, awesome, inderdaad. En dat moet ook binnen een bepaalde tijd, neem ik eraan, moet je dit ook... 1 minuut 30. Oké, en dan... Oh, dan kunnen we hier naar boven toe eruit nemen. Nee, dat is de stafuitgang. Oh. Je kunt wel even 1 keer boven kijken, om te zien hoe wij het ervaren. Oh, je kan hier echt boven kijken als een soort van mieren die hier door een dolf lopen. Ja, klopt. Oh, en ook als iemand vastzit en alles erop en eraan. Nice. Dus dan kun je zien even waar het fout gaat. Of als even de deuren open blijven staan achteraf nog, wat dan ook weer straftijd kost. Aha. Oké, nou dit is netjes. En dan kunnen wij weer naar buiten.
Yes. Oké, okay. Dit is goed voor je coördinatie ook en alles. Hoppatee zeg, man. Holy dit is eigenlijk alles van de basis. Oké, okay, nou ik moet zeggen, dit is een behoorlijk pittige basis voor wat ik heb gezien. Als iemand die alleen maar over geldzaken gaat. En oké, okay, ik doe wel wat aan sportdingen dan, maar dit is pittig. Ja, een mooie schietbaan. Mooie stormbaan om het zo maar te mogen noemen. Er wordt veel getraind hier. Mensen zijn hier goed actief. Wordt goed ja, ook op ze gelet en dingen. Dus ik vind het een mooie basis. Ik ben blij dat ik het heb kunnen meemaken. Daar zijn we blij mee. En nou, ik kom hier vast nog wel een keertje weer langs. Dan zie je me vast wel een keer voor zaken, wat dan ook. Maar voor nu, ik ben echt tevreden over de investering. En ja, dankjewel voor de rondleiding. Ja, graag gedaan. Dan zou ik graag de uitgang willen zien. Deze kant op. Voordat ik allemaal zelf mijn dingen ga doen, dat daar allemaal alarmen afgaan. Laten we maar eventjes gewoon naar buiten gaan. Alarmen gaan gelukkig niet zo heel snel af. Nee, maar goed, weet je, ik wil geen problemen krijgen, ook niet als minister zijnde. Daarom. Dan kan ik hier weer naar buiten. Nou, dankjewel voor de tijd en moeite. En vergeet niet natuurlijk game aan te trekken. Oh ja, tuurlijk. Dat zal ik maar meteen gaan aantrekken. Dankjewel. Ja, buiten schijnt je weet nooit meer tegen te komen. Nogmaals bedankt. En ja, dit soort dingen mag van mij zeker vaker als er iets nieuws is gebeurd. Dus dankjewel ervoor. Nou, graag gedaan. En een fijne dag nog. Nou, oh, dat is toch een nette legerbaan hier wat we hier hebben. Zie je maar weer, want de buitenkant ziet het er vaak, zoals je nu ook weer meteen weer ziet van vier, ik krijg een beetje een gevangenisgevoel. Die hekken, prikkel dat alles, alles staat maar gewoon als een gebouw. En van binnen is het eigenlijk gewoon allemaal hartstikke mooi en wordt er gewoon ja, hele goede zaken verricht. Mensen, ik bedank jullie enorm voor het kijken naar deze aflevering van Mindtopia. Mocht je het nou leuk hebben gevonden, vergeet niet even te liken, te reageren en te abonneren. Misschien wel zo ook wel bij de leger aan de gang. Dan weet je in ieder geval wat je nu hier binnen te zien hebt. En mensen, tot de volgende keer.